Hallo mensen, we zijn weer terug op Hypixel en we gaan weer eens een rondje met Megawalls proberen. En deze keer ga ik wel iets anders doen. Deze keer ga ik de Zombie Class pakken. Wat is de Creeper? Is meer TNT en dan heb je de andere, moet je VIP voor zijn. Oké? Okay? Ik wil wel een keer VIP zijn eigenlijk. Ja, ik ook wel. 14 euro zijn. Kost dat op het moment volgens mij. 14 euro? Oh, ja. Zoveel moet goed verdienen. Zullen we eens kijken? Nee. 1-0, Jordan. Yes. Hoi. I'm in. Me too. Oké, nu gaan we eens even wachten. Oh god! Ik zag net, hoe heet die McDonald's karakter langslopen, die clown. Oké, ik zit in rood. Oh ja. Rode team. Zo, we zitten allebei in rode team. Nu gaan we even wachten tot de ronde gaat beginnen. Al het geloop, Jesus. Wist je dat geel nog nooit gewonnen heeft? Oké, klaar daarvoor? 3, 2, 1. Oké, we zijn begonnen. Dus ik heb chainmail als armor. En deze keer ga ik eens lekker mijnen. Want daar moeten we mee beginnen. Ik met voedsel verzamelen. Ga jij het voedsel verzamelen? Oké. Ik doe altijd. Alleen voedsel kan je niet voor meerdere personen verzamelen. Je hebt het heel hard nodig. Mhm. Ik heb weer wat materiaal te verzamelen. Ik zit nu wel een beetje in het donker, sorry daarvoor mensen. Maar ik kan nu even geen toortjes maken. Schrijf ik. Waar zet ik gewoon steen? Steen hebben we ook nodig. Wat koolmijnen. Hoop dat ik wat kisten kan krijgen, dat zou leuk zijn. Kisten zijn altijd fijn. Ja, wat ik wel heb gemerkt, dat we die alleen maar krijgen als je ijzer doet mijnen. Een kist. Nee hoor. Nee? Heb jij een gewone blok dan gehad? Ja, yep, en bij hout ook. Oh, kist. Ik heb wat, er zit veel eten in. Veel eten. Zat erin. Dat is wel leuk. Ik heb één keer gehad, hè, bij de eerste keer dat we hebben gespeeld, dat gewoon één kleine kist een dubbelkist werd. Dat gewoon eentje direct ernaast spawnde. Ah, like it. Mhm. Ja, nu kom ik de mijn in. Right. Heb jij hout? Ik heb geen hout. Ik mijn hout. We moeten nog verzamelen. Oké. Maar deze keer wil ik het een beetje anders pakken. Ik wil gewoon, zeg maar, als het de laatste 2 minuten is, ga ik defenses bouwen. En ik heb weer dat glitch van de laatste keer dat we even geprobeerd hadden. Dat sommige blokken gewoon terugkomen als ik ze doe mijnen. Geen last van. Ik heb wel. Jouw computer doet iets raars op het moment, denk ik. Dat kan, I don't know. Zover zijn de FPS en alles normaal. Nou, dat is goed nieuws. Ja, nu wel. Ik zet hier heel veel gouden ijzeren blokken. Ah, kist. Oh, ik denk dat ik het niet openmaken, maar je moet natuurlijk een blokje stenen zwaard eten. Ik heb TNT en redstone nu. Nice. Yep. Misschien kan dat ik probeer steeds een kist te spannen. Het registreert niet soms. Kan dat het zijn? Weet ik niet. Waar ik heb geen glitch. Last van. Ik wel, dat is gek. Waarom? Come on. Oeh, kist. En de telefoon zoomt. Ik meen net ook, zeker een WhatsApp van een groepgesprek. Kan net zo goed. Klopt. Maar Dave, had je niet laatst nog iets ontdekt? Had je niet gezegd dat laatst Geel nog nooit gewonnen heeft? Nee, nooit gezien in ieder geval. Ik zit proberen een kist te botselen, dacht jij ergens anders had heen te kijken. Ik heb vanochtend nog gespeeld. Maar heb je vanochtend nog gespeeld? En? Ik weet dat in het midden, dat daar diamonds zitten. Oeh, dus in het midden zitten diamonds. Ik ben er alleen nog nooit achteraan gegaan. Nee, ik bij die oefenronde dat we hier van tevoren hebben gedaan, daar kwamen wel een paar mensen tegen met diamonds. Ja. Of wel. Ik juist denken, ik zat juist rondjes om één ding heen te rennen van eentje die een diamond sword had. Ik had er maar 2 hartjes. Oké, te vermijden. Dus we gaan, moeten we de poort open laten of moeten we die dicht maken, denk je? Nee, meestal wordt de muur gemaakt voor de poort. Oké. Hoeveel tijd hebben we nog? 7 minuten. Zo, dat is maar 6 minuten. 62. 63. En wat is het? 64. Kom op.
Maar hoeveel ijzeren blokken heb ik al? Ik heb pas 38, dat ik steeds dezelfde blok 4 keer kapot zit te slaan voordat het pas echt kapot gaat. Kun je je voorstellen hoe dat is? Ja, kan ik me wel voorstellen. Come on. Geef me nog een kist. Ik heb nu een paar kisten al gehad. Ik heb geen kisten, dus niet zeuren. Maar kisten kan ons voordelen geven. Dus ik mag toch wel zeuren voor kisten? Of niet? Nee, mag niet. Ah, kom op. En voor de mensen die weinig zien, excuses daarvoor. Komt gewoon dat ik even geen toortjes heb. Of ik heb ook geen hout om toortjes te maken. Nog 6 minuten. En het is ook zonde om toortjes te maken. Maar je hebt het toch niet nodig. Spannen toch geen monsters hierin. Dus wat voor zin heeft het. Kom op, blokje gaat kapot. Of kom op een kist. Eén van de twee. Haha. Come on. Hoeveel ijzer heb ik al? Waar staat mijn ijzer? Oh, daar. 54. Ik moet wat meer kool verzamelen. Come on. Ik ga gewoon doormijnen tot mijn pickaxe op is. Ik niet, kost te veel tijd. Weet je wat, dat is wel genoeg. Beetje bewaren. Nu moet ik mezelf hier nog uitmijnen. Ik heb mezelf in de diep gat gemeend. Dat is niet slim. Misschien ook door mijn pickaxe het haalt eruit weg. Dat is een groot probleem. Ah, blokje is kapot. Dan heb je inderdaad een groot probleem. Oké, ik ben eruit. Nu moet ik de uitweg vinden. Ah, deze kant op. I see light! Up. Alright, ik kom je helpen met de defenses bouwen nadat ik hout heb gehakt en mijn dinges heb gekookt. Alright, twee, heb je jouw ding al geplant? Ik zit voorbij de farms. En iemand heeft zo'n torentje gebouwd waar die op aan het koken is. En daarachter ben ik die boom aan het hakken. Oké, dan kom ik nu naar je toe. Dan ga ik daar wat furnissen plaatsen, of heb je daar furnissen? Ik heb maar 2 furnissen, dus niet genoeg. Ik zal furnissen maken. Hoi Dave. Zeker. Ik gooi nog wat ijzer op de beide. De beide. Je kan beter eigen furnissen maken, want dit red je niet. Alright. Maar kan niet. Oh, ik kan niet in je kist met me met een kompas in mijn handen. Dat kan niet. Zo. Hup. Furnace. Dan de helft van de kool. Zo. Hup. En dan moet ik nog. Heb ik dat goed omgedaan? Yep. Ik pak alvast een paar ingots van jou. Hè. Mag je ook van mij pakken? Ik wil gewoon juist even een bijl maken. Ik bak bijl altijd van steen. Iron is zonde. Nou, we hebben dadelijk toch een overvloed van iron. En je hebt ja, het toch maar allemaal je kwijt. Ik denk dat veel mensen vaak dood kunnen gaan. En dan heb je heel veel iron nodig. Heb je wel gelijk in, maar ik vind dat eentje niks uitmaakt. Zo, kijk hoe snel je hout erdoor hakt. Heel snel, dus kunnen we hele goede defenses bouwen. Daarmee. Misschien hebben we geluk, vind ik weer een blokje wall. Ah, kijk daar is een blokje wall. Dat noem ik geen geluk. Oké, wat had het? Blok wall. Ah, ik kan niet op mijn hoofd zetten, dat is jammer. Zou wel leuk zijn. Als dat kon. Kijk of hier trouwens, het hout gaat hier dieper. Zou hier iets onder zitten? Dat zou leuk zijn. Nop. Heb jij een kist gekregen door houthakken? Nou, dat is... Een keer wel. Dat zei ik net. Dat is niet goed, sorry. Probeer zoveel mogelijk hout te hakken. Nog 3 minuten. Waard maken. Is er al genoeg ijzer voor mij gekookt? Weet ik niet, moet je kijken. Alright, dankjewel. Dankjewel. Dat is gekookt. En... Dat is ik ook. Alright. Body armor heb ik al. Dan we beginnen met de broek. Brood. Voor het meeste ijzer. Up. Schoenen. Up. En dan nog wat meer brood. Ingots pakken. Ik ga echt op defense mode vanaf de muur lekker. Yep. Pijlen spammen. Oh, jij gaat pijlen spammen. Ik wil meer op de aanval. Dat wil ik doen. Ik heb al een helm moet ik nog. Enige nog. Zo. Complete defense, yeah. Alright, de ingots zitten te koken. Ik ga de verdediging opbouwen. Ga ik nu doen. Ik ga de furnace oppakken en dicht bij de span zitten. Wacht, ik ga allemaal... Zo, nu heb ik meer dan genoeg planken. Dan moet ik snel zijn, want we hebben nog 2 minuten. Oh, hun zijn de poort dicht te maken. Hup. Oké.
ga hier zo wat defenses bouwen. Ik zie allemaal mensen hier onder mijnen. Oké, dat doe ik. Zo, en hier nog een extra muurtje plaatsen. Ik heb gewoon een moddermuur geplaatst, dan kom je toch zo doorheen. Dat is nog geen goede defense, of wel? Je moet toch wat bouwen er iets tegenaan? Ja, ik zie niet wat houten plaatsen. Dan moeten ze mensen een houten bijl bij zich hebben. Om er doorheen te kunnen. Ik hoor iemand flink pijn hebben. Ik weet niet waar. Waar is mijn hout naartoe? Oh, daar. Ik denk, waar is mijn hout naartoe? Where did the wood go? Oké, daar kan ik dus niet plaatsen. Weet ik dat? De mensen elkaar slaan daar? Ik zie de vijand gewoon direct hier voor me bouwen. Nee, dat mag geen plaatsen. Oké. Dan snap ik niet waarom hij hier die muur plaatst. Doe het ook maar even. Ik denk gewoon hoe dikker de muur, hoe dikker de defense, niet? Of vergis ik me daarmee? Hoe dikker de muur, hoe dikker de defense. Op zich wel. Nou, gewoon tussendoor wat pilaatjes. Om jezelf te verstoppen. Heb je ook met de muur of ben je iets anders doen? Ik ben community chests neerzetten. Oh, of dat mensen gewoon ieder allemaal hun ijzer kunnen pakken en niemand gaat delen. Wat de meesten denk ik zouden gaan doen. Nou, mensen stoppen er al wapens in. Oh, nice. Alright, dan ga ik even... een brugje. Zo. De overkant. Tik, 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 tik. Dus hier is ook een gat. Hier is een gat gemaakt. Tik. Ik moet even met wat hout dichtmaken. Tik. Het hout vliegt eruit. Ik heb van Iron nog een compleet. Muren zijn weg. Ik haal muren zijn weg. Oké, ik kom er zo aan. Tik, tik, tik. De muren zijn weg. Ik ga proberen nog met defenses te bouwen. Of defenses te verdikken. Sommige mensen zijn goed bezig geweest. Met de muren. Shit. Dus we moeten gewoon voorzichtig zijn. Ik ga gewoon de muren heel goed in de gaten houden. I'm the guardian of the walls. Wat gaat nu gebeuren? Walverdikking. Zeg, als er vijanden aankomen, dan moet ik weg. Ja, is goed. Ik, I'm going to keep a watch for eye this time. Oh, ik heb geen boog. Er zit juist iemand waar je kan schieten. Auw, dat deed pijn. Ze zitten te schieten, zitten in een aanval. Oh, fuck. Ik ben vergeten een ijzeren zwaard te maken. Fuck. Maak me snel een workbench. Maak snel een workbench. Ik heb ijzeren ingers bij me. En dan, nou, ijzeren zwaard. There we go, ijzeren zwaard. Oh, wait, waar zijn ze? Ze zijn buiten de muren net. Wacht, dat er weg. Hier pakken. Je weet dat ik wat defenses heb staan, hè? Oh, wacht, vijand. Die! Haha! Die! You stupid! Gotcha! Ik heb hem. Geef hem de armors. Dan kan ik die opbergen. Yep. Hier. Go. Hier is nog een ingot. TNT. Ik geef dat aan jou. Redstone. Ik gebruik het toch niet. Ik ga toch te snel dood. Oké. I'm away. Alright. Make the wall better. Yes, that's the idea. Alright, ik ga een tweede etage maken. Maak het eerst wat dikker aan de binnenkant. Ze gaan toch ondergrondse mijnen maken. Dus dat is niet zo belangrijk. Oh, vijand. Ik zag net donder. Hebben we sommige speciale krachten voor donder te doen? Oké, ze worden aangevallen. Rechterkant. Oh, dit in de kist. Zaadjes in de kist. Iron ingot in de kist. Die daar. Niet toevallig een boog. Ik heb pijn aan boog. Awesome. Heb ik nodig. Oeh, ik moet wel eten. Mijn hartjes kunnen niet bijkomen als ik Wat is de superkrachten van een zombie, vraag ik me. Oh! Yo! Oh shit, ik kom eraan, ik zag het. Diamond! Go! Nou! Yeah, kill him! Fuck, ik viel in het gat! Shit. Damn it! Waar is hij? Hij rent weg met de diamond sword, hij rent weg. We hebben een gat hier, ik ga de defenses opbouwen. Trek je terug. Dave, trek je terug. Ja, ik ga maar dicht dit maken. Dit moet weer weg. Ja, dat. Oh, ik dacht al.
Oké, ik heb mezelf verder in gedaan, dus wacht even. Au! Doei! Eten! Ha, hij is dood. Killed hem. Au, je trekt me terug. Jump! Terug. TNT, TNT! TNT! What's up? Fuck, even gat ondergemaakt. Ik ga de muur niet dichtmaken, Dave, dus weg daar, weg daar. Er zit iemand beneden, daar. We moeten tunnels naar beneden graven, gewoon er als we mensen... Er is iemand daar beneden gevallen, er zit daar stuff. Stuff is niet belangrijk, overleven is belangrijker. Crap! Oké, mijn één voetbal is gelukkig nog vol. Oké, ze hebben wel de teruggejaagd. Daar is Diamond Sword, man. Waar is Diamond Sword, man? Terug de... Waar is die? Terug naar deze poort. Hij is dood. Hij is niet dood. Hij zit in de vloer. What the fuck? Hij zit in... Ik ben dood. Hij zat er freaking in de vloer. Hoe de hel kan dat? Oh, wait. Waar is de community chest? Waar heb je die ongeveer staan? In het midden. Ik heb nog 3 hartjes. Ik heb gezorgd dat ik niet dood ben, want ik heb heel veel stuff. Heb je de diamond sword? Nee. Oh, iemand anders heeft die dus. Misschien. Heel veel pijlen heb ik wel. Body armor, pijlen. Klein beetje. Erin. TI. Dirt. Zo. Hoe is het dan aan het rekken? Hij is een beetje gewond. Er zijn een paar mensen binnengekomen, zeker via de tunnel. Oh wacht, ik moet een ijzeren zwaard hebben. Heb ik die? Nee. Ik ben zelf ook gewond. Wait, doe ik de ijzeren armor erin. Ik ga wat zwaarder maken voor mensen. Goed. Dan moet ik even stokken maken. Zo. Ik kan 6 zwaarden maken, daar we go. De Diamond Man zelf. Is er weer. Diamond Man is er weer, ik ben onderweg. Hij is naar beneden gevallen, ha. Nice. Nice, nice. Hup. Ik zie hem rennen, hij is in het midden van onze hekken. Hij is in het midden van ons hekken. Jij moet hierboven staan, niet naar beneden. Hierboven op de hoge muren. Hij komt naar binnen. Come on! Come on, hij rent direct langs je! Oh fuck, hij rent. Blijf jij daar, blijf jij daar. Er zijn een paar diamond mensen hier. Ja, maar ik moet er weer even defenden. Oh, nee, er gaan wel genoeg mensen, denk ik, naartoe. Right, ik ga de muur checken. Ik denk dat ze via de tunnels allemaal binnenkomen. Ook. Ik ben bij je nu, Dave, ik ben nu bij jou. Nee, je moet naar beneden. Oh shit, midden! Goed aanval! Diamond Sword, man. Ah, ik heb eentje! Yeah! Huh, ik ga de aanval! Fuck, ik kom pijlen! Auw, ik kom een kogel! Boom! Geraakt met mijn TNT! Nice! Kijk uit, Jo! Ja, ja! Je rug! Come on! Come on! Hoeveel HP heeft diegene met de boog? Kan je die zien? Hij is te ver weg van mij. Hij heeft de Diamond Sword, ik kan niet dichterbij komen. Ah, ik heb een raak. Raak hem nog een keer. Er zijn te veel. Terugtrekken jullie, ren! Oh, ik raakte van een lange afstand. Top. Oké, okay, oh fuck, ik moet even niet rennen nu. Even die modder wegslaan. Zo, kom eens wat moeilijker binnen. Hoe gaat het met onze Enderman? Of Witherbass. Enderman. Oh shit, heel groot groep. Fire! Auw. Auw. Midden, groot groep. Ja, die rennen alweer weg. Yeah, you better run. Oh, he's dead. Ik ga even checken of hij daar wat speciaal staf heeft. Weet je, gebied van de vijand. Oké, ik kom terug. En? Weet ik niet. Ik moet blokken hebben. Ik moet blokken hebben. Hup! Right, snel de weg halen. There we go. Defense is weer verdikken. Give me blocks to build, please. Thank you.
Wij zijn rood, hè? Ja. Wij zijn rood, ja. Wij zijn rood. We staan tweede, zie je te ver te zien. Ik ga even pijlen halen. Hoeveel pijlen heb ik er nog? Oh, ik heb 45 pijlen. Hehehe. Pijlenspam. Maar ze zijn bezig met aan te vallen daar. Come on. Damn it, geen pijlen. Come on, you people. Stick your head out. Come on, die moest raak zijn. Oh, nee, is mijn eigen bak op schieten. Ik zit op mijn eigen team te schieten. Dat werkt niet. Hoe zit de andere kant? Waar ben jij? Linkerkant? Ik ben nu gewoon op de muur. Op eentje aan het schieten. Ja, oh. Ja, je bent aan de linkerkant van de muur. Ja, dat bedoel ik. De linkerkant van de muur of de rechterkant van de muur? Ik ga weer terug. Ik ga er bovenop. Ja, ga jij maar naar bovenop. Kan je beter schieten. Haha. Dat is een mooi schot van mijn TNT. Yep. Is die voor lange range te schieten. Oh, no, dat is een... Yeah! Of mensen zijn onze community chest aan het verplaatsen. Of we zijn gewoon vaak dood gegaan. Ik kan ook flink dood zijn gegaan. Maar ik heb de muur weer herbouwen, maar worden aangevallen. Oké, ik ga de muur op. Even kijken waar zit de trap daar. Midden, ze worden midden groot aangevallen. Ja, ik moet nog naar boven. Nog een groot groep. Come on, laat me raken. Yeah. Oh, jammer. Ik had geprobeerd zijn leven te redden. Dammit. Ha, dat is een hit. Ik had hem ook. Dat is een hit. Come on. Het is goede archering training hier, want er zijn veel vijanden om te schieten. Oh fuck, TNT man. TNT man, was mijn zwaard. Oh fuck. Nee, daar komen ze niet aan. Fuck, ik zie je wel, herobreintje. Oeps, ik heb ook mijn power-up gebruikt. Zwaard. Oh fuck, is diamant man. Diamant man. Voor me. Diamant man. Help. Helemaal links. Ik ben... Ben je dood? Ah, hij heeft nog maar 7 HP! Freaking 7 HP heeft hij nog! Ah. Ik heb geen pijlen meer, dat is het probleem. Ik had heel veel pijlen. Ja. Had dat gezegd, dan had ik je wat gegeven. En ik, zei, dat... ik had het gezegd. Er zitten geen pijlen in de kist meer. Nee, dat klopt. Nee, een stenen schep. En een helm. Dat is wat ik heb. Helm, body armor en een stenen zwaard. Beter dan houten tenminste. Ik kom weer naar buiten. Ik heb nog een zwaard voor je. Oké, ik ben weer bij de linkerkant waar ze zijn te aanvallen. TNT! 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 Ze hebben een groot gat geblazen. Yo, waar ben je? Ik ben de linkerkant waar juist de TNT was, waar ze gaan nu gaan aanvallen. Auw. Oké, TNT defense. Diamond sword, diamond sword man. Yo, kom hier tegen de TNT. Ja. Shit. Ah, fuck. Hij heeft de TNT. Maar die stond toch op ontploffen, of niet? Nee, nog niet. Ah, die moest je eerder aansteken. Zoiets dat moet je niet wachten. Dat was mijn bedoeling. Leef je nog? Guys, come back. Alright. Ik ga... Eens kijken, zit er een bijl in? Nee, zo'n pickaxe. Er zitten wat ingots in. Pak een paar van. Een helm. Oké, er zit een bel in. Dus ik ga even... Ik ga hout hakken. Voor nieuwe defenses. Binnen in de muren. Goed, Dave. Ja. Ik maak de nieuwe defenses met iron ore. Wow. Wat is er? Iemand heeft die recht omlaag gemijnd. Iemand zit te kloten bij ons, volgens mij. Dat kan. Weet je wat, ik ga even de mijnen. Ik ga cobblestone verzamelen. Geen tijd voor. Een beetje toch wel? Wat de vuilste freaking mijn. Oh, ze zijn al bezig met de muren. Dat te zien. Ja. De farm zit goed te groeien. Ik doe even wat boomstammen in de community chest. Zo. Kunnen mensen zelf ook bouwen. Ik ga maar verder met hout hakken. Ik vind de mijn niet. En dan gaan we de defenses binnen maken. Hoeveel? We zijn de eerste! Dave, kijk naar de punten. Ja, ik ben hier allemaal iron ore aan het plaatsen. Hoeveel iron ore heb je wel niet? Ik had er over de 50. Nice.
Ik vind het een mooie defense. Ja, dat is moeilijk doorheen te menen. Ik hoor onweer. Dat zijn die abilities. Nee, of echte leven onweer. Real life onweer, oké. Oké, dit tijd om. Hier staan hekken, slim. Hekken kan je niet overheen springen. Maar wat is die banken daar staat? Alright, hout. Planken, got it. Nou, slim om hekken te plaatsen, want dat is lastig en irritant om overheen te springen. Niet? Klopt. Dus ga ik nog een extra defense vanaf hier plaatsen. Ja, bij de Iron Ore, dat is nu binnen lijntje. Ik heb nu alweer een heel set hout erin gestopt. Nice. Alright. Nog wat cobblestone. We moeten proberen ze niet een omweg te geven. There we go. Prioriteert hier zo. Zo, gewoon overal lekker dikke muren plaatsen. En dan moeten we gewoon proberen te overleven. We hebben het bijna gehaald. We staan nog steeds eerste. Ik heb meer hout nodig. We hebben ook een stenen bijl opgevonden. Ik zit nu de winst een beetje te filamenteren. Ja, hoe meer tijd we hebben, hoe beter, hè. Doe je ook, als je even naar binnen gaat, hè, de tunnel, doe die ook opvullen helemaal? Ik bedoel niet de tunnel, ik bedoel de binnenste van de muur. Oké. Hout hakken snel. Hoop dat ik misschien nog een chest kan krijgen. Dat zou wel leuk zijn als je gewoon ging mijnen. Voor, Oké, ik wil toch een stermijn gaan vinden, want ik heb een ijzeren pickaxe gevonden. Dat kan ik wel goed gebruiken, niet? Ik heb juist een ijzeren pickaxe gemaakt, expres. Alright, waar is het domste domein? Dat wil ik graag weten. Daar wil ik nu even in. Want als ik heel veel oor kan verzamelen, kan ik gewoon een flinke muur maken. En dan doe ik gewoon de hele trap naar boven, zeg maar, naar onze Wither, zeg maar, helemaal dicht maken. Niet dat ze in één keer doorheen komen rennen. Dat ze weet wel. Dat ze dan, Ja, maar je moet bedenken. Wat als zij daarboven zijn en wij moeten naar boven? Ik ga niet naar boven. Ik ga me niet zelf daar naar beneden insluiten. Ik ga gewoon bij lekker. Nee, maar onze teamleden sluit je wel buiten, snap je? Dus dat is altijd het probleem als je een muur maakt. Ah, hier is de mijn. De mijn gevonden. Dat is al aardig leeggestript. Dan hoop ik dat ik deze keer niet de glitch van blokken weghalen. Dat het terugkomt. Zo. Nee, deze keer ziet het eruit van niets. Oh, kist. Ik heb mijn kist. TNT. Nice. Cookies, vlees, oor. Heb ik ook iemand horen? Heb ik toortjes bij me? Oh, wacht, ik heb toortjes bij me. Awesome. Awesome sauce. There we go, let there be lights. Zo, ik kan wat meer zien. Hopen dat ik nog mijn kisten kan krijgen. Hoeveel leef je van zijn Wither Boss? Waarom zeg ik steeds Enderman? Nog een kist. Twee. Nog meer eten, houd de bijl. Ja, houd de bijl. Niet zoveel aan. Het is toch nog slim om een beetje tussendoor te gaan mijnen. Kan ik misschien nog wat pijlen voor je? Boom! Ja, en een stukje weg. Come on, give me those ores, give me those ores. I need them to build the defenses. Oh, Wither Boss is bijna dood. Dat is geel, gozer. Oh, dat was de gele. Oh, onze rood is ook bijna dood. Is 100. Nee, Red Wither heeft nog maar een kwad balkje, Dave. Ja, 100. Kijk aan de zijkant, Joop. 178. Groen zit er. Oeh, kist, ik wil springen. Maar het kunnen niks doen, want het loopt vanzelf af. Ik heb wel heel veel eten, dat is wel een voordeel. Heel veel eten, dus geef je dadelijk wat. Ik heb genoeg eten. Oké. Heb daar een kist. Dan kunnen we misschien dat nog overleven met gewoon niet voedselvergiftiging te worden. Ik had net een glitch dat ik... Ah, kom op de os. Wil ik niet weggaan? Hoeveel heb ik er al? Ik heb al een volle stack. Yellow Wither Boss is dood. Wauw. Wij zijn sterk op het moment. Oh ja. Dus defending, niet meer builden. Nee, ik kom terug naar boven. Ik heb een arrow.
Ik moet de kisten gaan checken voor arrows. Yep, ik heb 2 pijlen voor je. Dat is alles. Twee pijlen. Er niets. Yep. Waar is mijn zwaard? No arrows, oh my god. Oh kijk, 3, maar we hebben geen veren. De muur is al gebouwd, maar ik moet even een workbench maken, zodat ik hem een ijzeren zwaard kan maken. En wat andere defenses. Zo, workbench. Oké, daar mag ik geen workbench plaatsen. Workbench daar, ook niet. Of wel? Oh, mijn workbench was gewoon verdwenen. Kom op. Oh nee, hij is teruggekomen. Okay. Oeh, nog 9 gele spelers. Ik zei toch, geel wint nooit. Geel wint nooit, wel jammer voor geel. Deze broek. Oh, wacht, eerst moet ik stokken maken. Ik moet nog stokken hebben. Zo, stokken. Ik wil pijlen hebben. Moet jij nog wapen hebben? Ik heb nog 2 zwaarden, juist 1 zwaard. Extra. Die weg. Een helm. Ik heb juist niet genoeg voor schoenen. Dat was mijn pijl op. Schoenen steen. Oh wacht, ik heb dubbel helmen, dammit. Oh, ik moet wat eten. Goed, Bas, bijna leeg. Heb je nog ergens anders kisten gezien? No. Ja, ik heb wel lege kisten gezien, dat wel. Oeh, witte Bas is bijna dood! Wow, dat deed ik helemaal niet. Jezus. Zit hij niet dood te gaan? Die vond zijn steen als levende. Ja, maar hij gaat langzaam dood. Ja, dat is altijd zo. Oh. Dat hij vast nog leeft. Yeah, that's good. That's really good. Dat maakt ons sterker. Alright, ik ga nu de gat dichtmaken, want van ons gaat elk moment dood, zover ik kan zien. In onze tunnels. Het is helemaal openbaar. Oké, okay, er is een grote gat ingeblazen. Kom gewoon bij mij, niet defenden. Waar ben jij? Gewoon beneden, voor. Momentje. Chuck. Oh, hallo vijand. Komt toch niet lekker bij me. Haha. Want dan mag je geen blokken plaatsen. Ik heb geen boog. Ja, maar heb je... Sorry dude, ik kan je niet helpen. Je kan beter de boog mij, de pijlen. En onze middelbaas is going down. Goodbye, my good friend. Hij leeft nog. Ja, maar hij gaat sowieso dood. We hebben nog kans om even levend te worden. Kom naar buiten beneden. Ik kom naar buiten. Ik ben beneden. Auw. Oh nee, ik heb geen pijn gekregen. Wauw. Ik sta nu op de muur. Waar ben je? Kom. Hier. Ja, ik ben je. Ja, ja. Hier. Een iron sword. Ik dacht dat ik eentje had gemaakt. Kennelijk dus niet. Oh, dankjewel. Hier weg. Wat krijg ik nu? Deze van eten. Iemand. Oh. Geef hem wat pijlen. TI. Oké, de 2 pijlen is alles wat ik heb. En hier, de TNT. Dat ben ik niet. TNT. Ik heb TNT weggegeven. Hier nog wat ingots. Alles wat ik graag mee bouwen. Oeh, dat is een ontploffing wat ik zag. Come on, okay. Defend ourselves. Yep. Come on, er go, go, outside. 17 spelers. 17 spelers. Outside, go outside. Outside. Zullen we een basis outside maken? Sowieso. Oké, okay. Ik heb heel veel iron blocks ervoor. Oh kijk, daar zijn... Oké, ik ga hier een basis bouwen, wat trek hier Dave? Boom! Fire! Daar zijn ze heel veel aan het vechten. Ah Dave, kan jij ze de kant? Dat ben ik niet. Jawel, je zit in me. En ook andere mensen. Ik probeer gewoon hier gewoon een basis te bouwen. Defenses. Auw! Au. Defenses werken niet. Jawel. Oh, vijand, trek naast ons! Ik heb nog 16 HP! Oké, ik ga niet op hem afrennen. Waar? Rechts. Maar hij is al lang weggerend, hij is al lang weggerend. Ik heb geen boog, dat is het probleem. Ik kan alleen maar normaal aanvallen. Oh fuck, ze hebben allemaal diamond swords. Zie je dat? Allemaal diamond swords. Het enige die daar echt tegen kan, Dave. Je kan de enige die er iets tegen kan doen. Het enige wat ik kan is de muur hierop bouwen nu. Kom voor de zijkant. Doen. Ja, ja. Achter ons. Achter ons, ja. Hij rent langs. Come on. Oh, laat hem maar rennen. Laat hem maar rennen. Zijn die voetbal mee. Gaat er sneller doorheen. Leeg. Zoveel explosies. Ah, crap, pijlen.
Heel veel pijn. Pijn doen er veel freaking damage, man. Klopt. Ah, iemand is dood. Auw, Jesus. Waar zijn mijn blokken? Heel veel ontploffende pijlen. Heel veel. De enige defense wat ik dat nog niet heb. Dood. Oh, nice, nice. We zijn nog met 13. Oh, achter ons. Achter ons. Ja, I know. Een heel groep, heel groep. Ik ga daar niet op af. Ik ga daar niet op af. 29, diamond. Wow, ik zie niks meer. Ik zie niks meer. Ik zie niks meer. Dat is 7. Man. Ja, yeah. Dus dat is de special van healen. Come on, yeah, yeah, woo! Dat was een big fight. We zijn wel in de minderheid nu. Ja, ja. Gooi even het allemaal weg voor mensen die dat willen. Ik heb pijlen voor je. Heb je pijlen? Ik heb veel pijlen. Oké, okay, dus je hebt pijlen genoeg. Oké, okay, we zijn nog met 11, anders zijn we nog met 9. Die teammate zit ook boven op de toren. Helemaal boven, wauw. Ja, dat is die moeten we verdedigen. Yep, yep. Defense them. Ah, stomme bloem. Ga weg. Geel is uitgeschakeld. Groen moet blauw gaan aanvallen en blauw moet wat van groen van hun killen. Oh, we aanvallen, oh, aanvallen. Vijand. Maar... Oh, hij was in een creeper transformeerd. Ja, dat kan. Oh, ik zie jou eten, ik zie jou eten. Ik probeer het te krijgen. Ik heb TNT. TNT hebben eten. TNT weet ik niet. Ik wil geen Steve masker, ik wil het eten hebben. Zoveel crap, man. Ja, ga blijf opletten. Er zijn nog maar 7. Wait, waar ben je? Leef je nog? Ja, tuurlijk leef ik nog. Oké, okay, we zijn nog met 7 spelers. Klopt. Er zit heel wat bovenop. Zullen we bovenop gaan? Ik ga naar boven. Ik ga naar boven. Je wordt eraf geschoten. Denk bang. Stomme helm. Alright, ik ga er gewoon voor. Alright, ik kan veilig boven komen. Ik kan veilig boven komen. Jij ook. Oh, ze laten TNT omlaag vallen. Slim. Alright, we hebben hier een leuke basis. Oeh, ik stop even wat armor van mensen erin. Zo, pickaxe, pijlen. Wat eten. Koekjes. De helft van de koekjes pak terug. Kan ik zelf goed gebruiken. Om een beetje te vullen. Armor. Auw. Wow. Ja, als wij hier vallen, dat is een probleem. Het beste wat we kunnen doen. Hup! Oh, ik viel bijna. Is de vloer verdikken voor explosies. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als we de vloer gewoon goed verdikken, dan duurt het meer pijlen om te laten ontploffen. Dat is ook veiliger. Een paar weten al. Wij laten hun gewoon elkaar killen, hè? Yep, yep. We zijn nummer 7, dus we hebben nu een leuke basis. Kijk ze daar vechten. Trouwens, heb ik een boog? Oh ja, ik heb alle bogen en pijlen weggedaan. Zijn er nog bogen? Dat is cool. Ik heb een boog, maar ik heb geen pijlen helaas. Wow. Auw, dat was de kist. Dat was de kist. Oké, okay, dit is niet handig. Ik ga naar beneden. Ik denk dat ik hierboven blijf. Nee, verliezen we. Is er, er is geen manier om naar beneden te gaan. Nee, helemaal met vijanden bedekt. Er zijn de laatste overlevers hier. Nee, er zitten ook nog een paar in de base. Oh, er is eentje achter je. 2 achter je. Ja, ik overleef dit niet. Het is niet oh. Slim dat we naar boven zijn gegaan. Jammer. Je hebt verloren. Nou, geen slimme ik keuze. Weet maar niet. Nooit slim. Dat weet je nooit, Dave. Dat wist ik wel. Misschien werkt het. Want met boog win je het niet. Nou, we zijn zover met 5. Groen gaat winnen. We zijn met 8. Ja, en zij zijn niet op de toren gegaan.
We zijn bij elkaar gebleven beneden en we gaan gewoon langzaam iedereen eraf schieten. Er is geen andere manier, ik zit gewoon met de laatste vier man. Zit ik hier tussen. Ja. En onze blokken beginnen ook langzaam op te raken. Want pijlen gaan op. Dus daarmee kan je niet iemand gaan killen. Hop, mannetje, ga weg. Ah, ik probeer blokken te... Oké. Ik kan niet hoger plaatsen. Ik zit op de hoogste limiet wat je mag bouwen. Zit ik nu. Alright. Let's see wat we nu kunnen doen. Oh, crap. En ik val. Fuck. Ik deed volgens de verkeerde knop. Ik wou... Oh, weet je wat ik deed? Ja, vallen. In plaats van... I'm going to die. Oh, dan wat. Twee, één hartje nog. Rennen. Woe, zigzag. Fuck. Oh, ik deed in plaats van shift-control in. Oh, jammer. Nou goed, we hebben het geprobeerd, helaas. Van control in plaats van control shift bedoel je? Shift is bukken. Ja, weet ik, maar ik doe de control in. Ja, maar waarom wou je bukken? Omdat ik naar beneden wou kijken. En ik ren daar vanaf. Wauw. Torens zijn niet handig. Nee, ze zijn niet echt handig. Behalve als je eindeloos spelen in de manier of een super groot voorraad hebt, dan wel. Nee, alsnog niet, want met pijlen kan je niet iemand killen, doe je te weinig damage voor. Zij kunnen gewoon makkelijk achter een muurtje van ja, we gaan weer even rechargen. Zij zijn er gewoon te veel beneden, je kan beter met een zwaard steeds één iemand killen. Of met een hele grote groep op iemand inkomen. Maar goed mensen, dit was weer Mega Walls. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben het gewoon weer eens geprobeerd, we vonden gewoon een verschrikkelijk leuk spel. Probeer het zelf ook uit, de IP van de server. Staat in de beschrijving. Zoals jullie weten, als je ons kanaal wil helpen om te steunen en met de goede, deel deze video om te laten zien hoe verschrikkelijk of geweldig we zijn. Dat keuze laat ik aan jullie over. Geef ook nog eens een thumbs up, want daar steun je ons heel erg mee. En dat was het ongeveer. Mijn naam staat er nu twee keer in. Nou, goed mensen. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.